Daar was je weer. Ja, daar was jij Ik heb weer. Je gemist. We kennen 9 the Musical, 13 the Musical, maar vandaag, 25 september, is het tijd voor de première van 14 the Musical. Een brutale ode aan Johan Cruijff. Je gedraagt je als een god, zoveel beter dan de rest. Denkt iedereen... Je hebt een autoriteitsprobleem. Kan me niet schelen hoe ze doen. Zo ga je niet redden, jongen. Morgenavond. Hoezo? Kennen we daar de film? Je weet niet eens hoe ik heet. Jawel, jij bent Daddy Koster en jij wordt mijn vrouw. Tobias, daar was je weer. Ja, daar was jij Ik heb weer. Je gemist. Nee, toch. Jouw hoofd moet groter zijn dan toen ik je de eerste keer sprak. Wat een teksten allemaal. Ja, ja die Cruijff die komt behoorlijk oude hoeren natuurlijk. Ja. En dat heb ik allemaal uit mijn hoofd moeten leren. Is dit business as usual voor je? Zoveel tekst uit je hoofd leren? Nou, het interessante met Cruijff is wel dat, hij praatte natuurlijk heel veel, maar hij improviseerde ook heel veel. Ja. En om geschreven tekst à la improvies over te laten komen, daar heeft eigenlijk het meeste werk in gezeten. Juist. In het slingeren in de tekst. Want je kan gewoon de tekst leren dat zeggen, maar Cruijff die was natuurlijk altijd een beetje aan het oude hoeren. Dan nam je weer een zijspoor, dan ging je weer die kant op. Mm. En dat vloog alle kanten op en dat was eigenlijk het ingewikkeld. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk ja, om er te zijn. Oh, ja. Wauw. Oh, okay. Meert. Ja. Hi. Kijk even met mij terug op de afgelopen 3 uur. Ja, voor mij heel spannend, natuurlijk, première. Maar ja, het was ook heel leuk. Het is een hele leuke voorstelling om te spelen. En ik denk het ook voor het publiek om te zien. Ja. Het is een bijzonder raar ding, denk ik. Niet een standaard musical, denk ik. Met een hoofdpersonage wat de zaal de hele tijd toespreekt. Stand-up musical, heeft Tom het inmiddels genoemd. Ja. En verder krijg je natuurlijk een cacophonie, een muziekspectakel om je oren. Van ja, muziek, comedy, drama, hele toffe decors, kostuums, allemaal uit de jaren 60 en 70. Dus ook een beetje trip down memory lane voor de mensen die dat hebben meegemaakt. En, ja, het is heel leuk om te doen. Hebben wij een bewonderaar Johan Cruijff zien spelen vanmiddag? Zeker, zeker. Een analist? Nou, ik zou mezelf geen analist van Cruijff willen noemen. Wel absoluut een bewonderaar. Mm-hmm. Ik heb hem ongelooflijk veel verdiept in hem natuurlijk de laatste tijd. Juist. En ik had hem heel graag nog een hand gegeven, zeg ik de hele tijd. Ja. En waarom? Nou ja, als je je zo verdiept in iemand en die heb je nooit ontmoet, dat is heel jammer. Ik had hem graag een keer ontmoet. Had je veel materiaal over Danny Koster voor je voorbereiden? Nee, eigenlijk niet, want er is zo weinig materiaal van haar bekend. Er is 1 interview met Mies Bouwman, dat is echt een heel lang durend interview van 3 uur volgens mij zelfs. Maar dat hebben ze volgens mij gecomprimeerd tot 1,5 in Spanje. En ja, daar zie je haar voor het eigenlijk, dat zijn de enige beelden die ik bewegend van haar heb gezien. Dan praat ze en dan... maar eigenlijk hebben we heel veel mensen in hun omgeving gesproken om ook meer een karakter... schets te kunnen krijgen. En dat hebben wij natuurlijk uitvergroot, want het is natuurlijk theater. Dus dat trekken we een beetje uit zijn formaat. Soms iets groters, dan weer iets intiemer dan iets. Dus ja, ik denk dat we aspecten van haar laten zien. Ja. En ik hoop heel erg dat het een mooi beeld geeft, want ik denk dat het een hele bijzondere vrouw is. Milan, prachtige kraag, nu zie ik het van dichtbij. Ja, hi, mooi, Milan. Heel groot. Ja. Hallo. Indrukwekkend optreden op de Uitmarkt en in de opening. Ja. En ik kende je helemaal niet. Nee. Ik heb je even nagezocht. Ik heb je in The Goldfinch gezien. Echt? Zonder het te weten. Ja, dat is een heel klein, kort moment in een garage, ja. Maar wel heel leuk. Maar je bent totaal geschikt voor musical, heb ik gemerkt. En waarom zie ik je nu pas in een grote musical? Wat leuk om te horen. Ja, het is niet eerder op mijn pad gekomen. Nee. En ik moet zeggen dat ik toen deze musical wel op mijn pad kwam. En ik hoorde dat Erik van der Horst de muziek had gemaakt. En dat Tom het zou regisseren. En ik het auditielied kreeg, wat de Ken Je Plaats was. Dat vond ik vond het zo goed materiaal. Dus toen dacht ik, dit wordt mijn debuut in een musical. Toen wij de vorige keer afscheid van elkaar namen, zei ik, dan ben je een ster en jij beaamde dat. Is het gebeurd? Nou,
Ik heb wel al hier aangevraagd of ik misschien een bordje op mijn kleedkamer kan krijgen met musicalster. Dat vind ik toch wel dat dat ondertussen moet gebeuren. Ja. En ik geniet er gewoon met volle teugen van. Want uiteindelijk, ja, ik kan natuurlijk niet zingen. Dus ik hoop dat dit, of ik hoop niet, ik denk dat dit mijn enige echte hoofdrol in de musical wordt. Ja, ik heb je voor het eerst uitgebreid horen zingen. Ja. Ja, kijk, bij Mammoet waren het natuurlijk tonen. Klopt, je hebt gelijk. Juist. Ja, zeker. Ja, heel erg. Horen wij jou allemaal voor het eerst of heb ik dat gemist? Een zingende Myrthe. Ik ben wel voor het eerst echt... Ik heb nog nooit in een musical gestaan. Okay. Dus ik heb wel muziektheater gedaan bij Orkater ook. Mm-hmm. En vaker met Tom inderdaad gewerkt. Maar dat is inderdaad net iets anders dan... Dit is echt vol musical. Dus ik denk dat je wel gelijk hebt. Dit is de eerste keer dat ik echt zoveel zing. Dus ik hoop dat mensen dat leuk vinden. Maar zo'n krachtige beltstem. Had je die verstopt? Ja. Nou ja, het is... Nee, niet verstopt, maar nooit eerder gebruikt in dit genre. Nee, ja. Maar heb je niet thuis voor de spiegel geprobeerd zo te zingen? Voordat dit gebeurde? Nee, nog nooit. Ongelooflijk. Nee, ik zong dan eerder zacht en romantisch. Ja, nee. Okay. Nou, je stond daar te midden van begenadigde zangers die de longen uit hun lijf zongen. Had je nooit zin eens om mee te belten? Ja. Kort antwoord, hè? Heel veel zin om mee te belten. Nee, ik vind dat echt bewonderenswaardig en jaloersmakend als mensen zo mooi kunnen zingen. We hebben natuurlijk heel vaak dat er ingezongen wordt, dat we soundchecks hebben. Ik zing eigenlijk de hele tijd mee. Ja. Maar op een gegeven moment wordt er dan wel gezegd, Tobias, even niet, want we moeten soundchecken. Ja, zo gaat dat dan wel natuurlijk. En toch sta je achter de keus van Tom en de makers om je te beperken tot spoken word. Ja, nog steeds. Ja. Dat heb ik in het begin toen ook gezegd. We hebben er gewoon uiteindelijk voor gekozen om Cruijff contrast te laten zijn met dat zingende ensemble. Ja. En ik zeg het heel vaak in andere interviews. Ook. Tuurlijk, je kan Cruijff ook laten zingen. Mensen zeggen, hij kon niet zingen, dus wij doen het ook niet. Dat is onzin. Dus theater gaat over dat je alles kan doen. Juist als mensen iets niet kunnen in de werkelijkheid, kan je het wel doen in theater. Maar wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Je praat even snel als Johan Cruijff. Nou ja, ik zit nog een beetje in de voorstellingstempo. Potter. Ja, hoi. Frans. Waarom zie ik jou straks niet op het toneel? Ja, omdat ik hier ben. Ja. En waarom ben ik hier, is de vraag. Wat is gebeurd? Ik heb mijn... Even naar beneden. Ja. Ja, dit ziet er echt wel heftiger uit dan het is. Mm-hmm. Maar mijn enkel is gebroken. Dat is wat er is gebeurd. En is dat tijdens repeteren gebeurd of tijdens een klusje? Tijdens een... noem het een klusje. een ongelukje. Met een skateboard. Ik was gewoon aan het... Jij was aan het vriezen. Niet helemaal niet gevaarlijk hoor. En gewoon heel rustig zo op straat. Ongelukje, ik moest uitdijken. En boem. En dan... Toen viel ik. Is nu... Heel 14e musical aan je neus voorbij gegaan? Of kom je nog terug? Nee, je komt nog terug. Even een vraag over de inhoud. Op het moment dat het zwembadschandaal aan het licht komt... Ja. Kun je kiezen ervoor dat Danny de bedrogen vrouw speelt? Ja. Triest, boos. Ja. Maar jullie hebben ervoor gekozen om haar als een beetje als een stampvoetend wicht neer te zetten. Waarom die keuze? Nou, omdat... ik denk, Danny is een hele sterke vrouw. Mm-hmm. Dus die laat zich niet zomaar iets zeggen. En ik denk dat dat zeker ook voor die tijd heel bijzonder was. Mm-hmm. Zeker in de jaren 60 was het niet normaal dat vrouwen hun mond opentrokken. Ja. En dat heeft ze ook flink over zich heen gekregen toenertijd. Geheel onterecht, vind ik. Want ja, logisch, natuurlijk, als je man zoiets zou doen... Dat is dus, waarschijnlijk is het helemaal niet gebeurd. Maar natuurlijk, stel dat je zo'n gerucht... Natuurlijk ga je er dan mee naar je man toe en zegt... Hallo, wat heb je gedaan, vriend? Dus ik vind dat eigenlijk een hele stoere, toffe oplossing. Dus maar verwend wicht vind ik wel een... Stampvoetend wicht. Ja, misschien een beetje, ja. Ja. Ah, misschien ook, ja, ik zou dat toch... Het publiek lacht je ook zo toe op die manier. Ja. Ik vroeg me af of dat het gewenste effect was. Maar oké. Okay. Ja, ze mogen er van. Ja, ze mogen er alles van vinden natuurlijk. Ja. Hoeveel blessuretijd ten slotte geef je jezelf nog voordat we je gaan zien in 14? Nou, het idee is dat als alles goed gaat, dat ik in november weer terug ben. Je staat hier in een Tom de Ket stuk. Dat is niet echt traditioneel musical. Nee. Dat trok je zo aan dan om voor deze stap te kiezen? Dat het niet legit is. Yes. En ja, dat trok me wel aan. Ja. Ja, ja. Wat vind je daar leuk aan ten opzichte van de Phantom of the Opera bijvoorbeeld? Nou ja, het moet ook geen misverstand ontstaan dat ik dat andere niet leuk vind, mm-hmm. hoor, trouwens. Want dat is helemaal niet zo. Het had ook een andere musical kunnen zijn. En ik hoop dat er nog vele volgen. Ja. Maar wat ik er wel leuk aan vind, is ik kom zelf meer uit het toneel. Mm-hmm. Dus dat is dan... Ik hoopte gewoon dat Tom er een eigen nieuwe draai aan zou geven. Dus dat avontuur wilde ik graag aangaan. Tobias, ik ben fan gebleven. Gek. Ik hoop je weer terug te zien ooit.
Ja, misschien bij voorstelling 500 vieren we een soort jubileum met z'n tweeën. Oh. Ja, ik geef haar terug. Dankjewel. Ik hoop je in een andere musical te zien. Ja, ik hoop het ook. Heel erg. Hartstikke leuk. De opening zal me wel bijblijven. Nou, wat lief van je. Fijn om te horen. Ja. Tot ziens. Oké, tot ziens. Dankjewel.